de snelste en de beste kattenvanger van de hele wereld. Nou, voorzichtig. Al deze outfits moeten het weekend nog overleven. Ben je echt het hele weekend niet thuis? Yep, want dit is hoe mijn schema eruit ziet. Ik heb een fotoshoot, modeshow, interview en nog een fotoshoot. Neonlicious, we staan allemaal klaar buiten. Ben jij zover? Ja, zeker. En je weet zeker dat we niet met je mee kunnen? Deze keer niet, Bibi. Maar je zult het hier hartstikke gezellig hebben met je... met je oppas die ik absoluut heb geregeld ver van tevoren. Oeh, ik kan wel oppassen. Wat? Ik heb tijd en ik vind het met Diva ook altijd enorm gezellig. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, je bent niet de meest volwassen queen in huis, snap je? Nee, dat snap ik niet. Leg uit. Ik bedoel, je weet hoe je een leuke tijd moet hebben en een geweldige show moet geven, maar deze twee zijn echt een handvol. Hey! Ik probeer alleen maar te zeggen dat het misschien beter is als Royal Bee of Swag het doet. Sorry, ik ben het hele weekend in de opnamestudio. Swag werkt aan een muurschildering in het centrum. Dus, dan doe ik het. Denk je dat ik het niet aan kan? Nou, ik zal zo verantwoordelijk zijn dat je mijn naam moet veranderen naar Lady Verantwoordelijkheid. Viva la! Wat rijmt er op verantwoordelijkheid? Nou ja, als er niemand anders kan. Kom maar op! Ik ga een super oppas zijn. Ik ga je pakken! Ik ga je pakken! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Dat was zo goed! Laten wij ontbijten nu! La 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 la! Misschien hebben we het mis! Oh ja, ze heeft dit helemaal in de pocket! Wow! Alles is in orde. Ik kan dit. Oh, jee. Oh, die ook. Nog een klein beetje hoger nog. Dat is wel erg veel suiker. We hebben hier altijd pannenkoekentocht op vrijdag. Weet je heel zeker dat je niet liever een gebalanceerd ontbijtje zou willen? Dat klinkt zo saai. Ik ben echt niet saai. Laten we bakken. Bon appétit. Schoonmaaktijd. Wie wil er afwassen? Nadat de keuken is schoongemaakt. Maar schoonmaken is niet leuk. Dit is leuk. Ik ben de koningin van de vulkaanberg. Je bedoelt zeker de koningin van de suikerziekteberg. Oeps. Je had gewond kunnen raken. Maar ik ben oké, het is niks aan de hand. Eerst wel, we maken schoon, maar eerst moet je ons te pakken krijgen. Ready, Kitty? Wacht! Oh. Je bent niet de meest volwassen queen in huis. Het is misschien beter als Royal Bee of Swag het doet. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Heb jij Neon Cutie of Neon Kitty hier ergens gezien? Nope. Sorry. Oh. Huh?
Yes! Te langzaam. Het is misschien beter als Royal Bee of Swag het doet. Je bent niet de meest volwassen queen in huis. Niet de meest volwassen queen als er niemand anders kan. En nou is het genoeg geweest, jonge dame. Het is tijd om te stoppen met irritant te zijn en om op te gaan ruimen. Nu. Ja, mevrouw. Sorry. Wil je hierna samen een spelletje spelen? Nee, zeg nee. We kunnen ons verkleden en een modeshow houden. Dat hoeft niet. Ik zou je niet weer willen irriteren. Dat meende ik niet, Neon Cutie. Ik wilde gewoon zo graag bewijzen dat ik verantwoordelijk kan zijn. Dat ik het op jou afreageerde. Het spijt me dat ik zo boos tegen je deed. Echt waar? Echt waar. En ik ga het goed maken met je. Hoe? You think you're so outrageous. I rock the scene, I'm misfit with attitude. No VIP, I don't need your guest list. Let's make a little mischief when I turn up the noise. My rip stomps over your chords. You rock star rebel, huh? Say watch us, face in trouble, and you're so hot. Is de oppas ter wereld? Zie je wel? Ik kan dit. Ah, makkelijk. Ah. Dag, schoonheid. Wat zie je er weer stralend uit. Royal Bee, vergeet je niet iets. Dank je, Candylicious. Als ik jou toch niet had. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Want het nieuwe refrein is nu eindelijk perfect. Ik ben hier zo klaar voor Lone Star. Spring in de booth. Dit zal niet lang duren. Nou, het staat erop. Oh, gelukkig. Mijn stembandjes begonnen een beetje roestig te klinken. Morgen rond dezelfde tijd? Morgen? Natuurlijk. Hey, Queen. We zijn klaar om op te nemen. Schrikt dat? Natuurlijk, Fame Queen. Ik ben er ook klaar voor. Dol op je enthousiasme. Wie gaat er eerst? Laten we beginnen met de drums. Jullie hebben haar gehoord, dames. Laten we rocken! Goed werk, iedereen. Ik denk dat er hier wel een paar hits tussen zitten. Wanneer nemen we de zang op? Ik heb geoefend op mijn rockster vibrato. Nou, ik ben morgen in de studio, maar ik... Perfect. Ik ben de hele nacht vrij, dus we kunnen opnemen zo lang als je wilt. Nou, oké. De volgende keer moet je ons waarschuwen voordat je gaat, Royal Bee. Grappen werkt aanstekelijk. Sorry, het was een lange dag en nu ben ik toe aan een dutje. Maar je zei dat je vanavond met ons zou schilderen. Oh ja? Je hebt er overal ja tegen gezegd, of niet soms? Nee, natuurlijk niet. Hey, Honeylicious. Wacht, rustig aan. Oké, maar... natuurlijk kan ik morgenavond een presentatie geven. Stuur ze maar door.
Dus, ik ben gevraagd om een presentatie over muziekproductie te geven aan de Muziekwaarderingclub. Morgenavond. Er ontbreekt nog iets. En nu dan? Het is een meesterwerk. Dit is leuk en ontspannend. Wil je geen lol hebben en ontspannen met ons? Dat zou ik wel willen, maar ik heb een presentatie te plannen. Veel plezier. Ze heeft vakantie nodig. Absoluut. Maar ze neemt er geen. Nee, ze verlaat het House of Surprises niet als iemand haar nodig heeft. Wat als ze niet weg hoeft? Wij kunnen de vakantie naar Royal Bee halen. Lone Star, waarom ben jij nu al in de studio? Ben ik te laat? Ik ben te laat. Uw ontbijt is opgediend. Ruikt heerlijk, bedankt. Oké, laten we wat zang opnemen. Juist, dat is vandaag. Oké, laten we beginnen. Ik heb inspiratie. Kunnen we alsjeblieft een nieuwe demo opnemen? Alsjeblieft. Laat maar horen. Voilà! We willen Royal Bee de ultieme thuisvakantie geven. Wauw, het ziet er top uit, Bibi's. Wacht, je hebt het beste nog niet eens gehoord. Wat is dat? Natuurgeluiden. Dat hoort ontspannen te werken. Wat vind je ervan? Ik ben ontspannen. Oeh, het werkt! Nu hebben we alleen nog onze eregast nodig. Welkom bij je thuisvakantie. Maar ik heb hier geen tijd voor. Het spijt me. Kom gewoon heel eventjes zitten. Omhoog met die beentjes. Je hebt je rust nodig en je voedingsstoffen. Drink dit. Maar ik ben in orde. En de muziekwaarderingclub kan hier elke minuut zijn. Ah. Zie je? Je hebt rust nodig. Maar ik ben niet moe. Presentatie! Dat was zo cool. Als ik een beat maak die ik leuk vind, wil je er dan naar luisteren? Tuurlijk. Kom langs wanneer je wilt. Hey Royal Bee, bedankt dat je Swag haar beats liet demonstreren. Ja, ze heeft ons wat trucs geleerd. We kunnen niet wachten om meer te leren. Zelfde tijd volgende week? Misschien doen we dit eens per maand. Wat zeg je daarvan? Deal. Bedankt dat je dat voor me hebt gedaan. Het was leuk om de presentatie te geven. Je weet dat wij altijd klaarstaan om je te helpen. En je mag soms zelfs nee zeggen tegen werk. Ik kan echt wel nee zeggen. Ja, tegen leuke dingen. Maar iedereen vraagt een hoop van je, Royal Bee. En je zegt altijd maar... Ja, nee zeggen is een makkie. Kijk, dan doe je gewoon... Nee! Nee, nee, nee! Bedankt. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bedankt, Queens. Yay! Ben je klaar voor je thuisvakantie? Zo klaar. Wat is dat? Walvisgeluiden. Werkt ontspannend, hè? Hmm.